Ik zal u een kleine introductie geven hoe wij bedacht hadden om met de mensen de kerk te verdelen op een verantwoordelijke manier. Zoals u ziet hebben wij een desinfecteerspul staan voordat u de kerk ingaat om uw handen eventjes te desinfecteren. We hebben hier een paar dingen opgehangen ter herinnering. Beste mensen, neem ook zelf uw verantwoording. Denk aan de 1,5 meter afstand in verband met de RIVM-regels en uw eigen veiligheid en onze veiligheid. Zoals u ziet hebben wij alle veiligheidsmaatregelen in acht genomen. Hier pijlen op de grond gezet in verband met de looprichting. De banken zijn afgezet waar u dus niet kan gaan zitten in verband met de veiligheid. En we gaan nu door het zijgang naar voren in de bank zitten. U wordt de plek aangewezen door de koster eventueel als u zegt van waar kan ik gaan zitten en waar niet. Dat heeft te maken met het aantal gezinsleden per koppel. Ja, ik ga nu eventjes naar voren lopen. Zoals u ziet hebben wij, wat ik net al vertelde, de banken afgezet. Het is de bedoeling dat u 50 centimeter ongeveer uit het middenpad, uit het zijpad blijft. Dat telt aan die kant precies hetzelfde. Dat heeft te maken met de communie en met de gang van zaken. Dat als de mensen langslopen, dat u nog de verantwoordelijke afstand hebt. Bij het binnenkomen is het de bedoeling dat u niet via de voorkant in de grote banken gaat zitten. U blijft op de aanwijzingen van de koster aan deze kant van de streep. Voldoende. Zo hebben we hier de credens geplaatst. Het is de bedoeling dat tijdens de heilige communie de priester hier hosties oplegt. Dat u vanuit het middenpad aankomt lopen. U wordt begeleid door de kosters. Dat we dat ook op een zo verantwoordelijke manier blijven doen. Ik hoop dat we op deze manier de diensten gezamenlijk op een mooie manier kunnen gaan vieren. Houd er rekening mee. We zitten gebonden aan de regels. Denk aan de opkomst. U kunt kaarten bestellen via het secretariaat of via de website. Zonder kaarten moeten we u echt teleurstellen. Dat kan gewoon niet gebeuren.